Ja, je bent nu alweer een paar maanden werkzaam bij FC Groningen als algemeen directeur. Ben je al een beetje gesetteld in het noorden? Ja, gaat wel steeds beter. Je hebt natuurlijk genoeg te doen hier, dus je bent vooral heel veel aan het werken. Als je privé gaat kijken, zijn de kinderen inmiddels naar school, zijn het voetballen, zijn het hockeyen. Die voelen zich wel thuis. Dat zeggen ze, maar het is belangrijker nog dat ze het ook laten zien. Dat zie je ook wel. Mijn vrouw heeft inmiddels ook werk gevonden. Die gaat half november ook beginnen met werken. Dus dan wordt haar sociale kring ook weer wat groter en actiever hier. En uiteindelijk zal je nog wel een langere periode hebben om je echt te settelen hier. Alleen het bevalt me in ieder geval wel goed. Het begin is goed. Ja, het begin is uitstekend, ja. Ja. En qua werkzaamheden, hoe kijk je op de eerste maanden terug? Ja, het is veel geweest. Ook wel wat ik ervan had verwacht. Hè. Ik had, voordat ik was begonnen, heb ik echt alle informatie gekregen. Ook zelf veel gezocht en opgehaald. Dus het is niet zo dat je hier voor heel veel verrassingen ben komen te staan. En ik heb met name heel veel tijd besteed aan naar veel gesprekken gevoerd. Iedereen een uur lang één op één gesproken om informatie vandaan te halen. Je gaat natuurlijk een analyse doen over dingen die je ziet, dingen die er gebeuren, die wel goed zijn of wat minder goed zijn. Nou, daar ga je meningen over vormen. Je gaat natuurlijk proberen dat de visie die je zelf in je hoofd hebt wat breder gedragen gaat worden. En uiteindelijk is het nu belangrijk dat we ook echt plannen gaan maken voor de lange termijn. Omdat ja, de korte termijn loopt nu en daar speelt elke dag genoeg. Alleen ja, we moeten uiteindelijk wel ergens een stip aan de horizon gaan zetten. Nou, je zegt je bent niet tegen heel veel verrassingen aangelopen, maar zijn er wel verrassingen geweest waar je wel tegen aangelopen bent? Nee, niet echt. Kijk, ik was bekend ook met de positie van de club. Iedere club maakt ook gewoon zijn jaarcijfers bekend, dus daar kan je dingen uit zien. Uiteindelijk zijn er ook heel veel mensen binnen de club en buiten de club heel erg hulpzaam geweest om ook informatie te geven. Ja, dan is het volgens mij aan jezelf wat je daarmee doet. Dus als je veel zelf aan het woord bent, dan hoor je weinig, dus je kan beter luisteren. En dat heb ik de afgelopen maanden wel goed gedaan, denk ik, ja. Nou, je zegt al even de jaarcijfers. Jullie hebben nu ook de jaarcijfers bekendgemaakt. Maar wat kun je daarover vertellen? Nee, dat wij het seizoen 2018-2019 hebben afgesloten met een netto verlies van 6 ton. Wat ook in vermindering wordt gebracht op het eigen vermogen. Nou ja, liever maak je uiteraard winst of in ieder geval draai je kieten. Want wij hebben geen eigenaar waar wij verantwoording aan af moeten leggen. Je wil uiteindelijk sportief zo goed mogelijk presteren. Nou, dat is vorig jaar wel gebeurd, denk ik, met de 8e plek. Alleen ja, de jaarcijfers zelf is ook wel even een moment om wel duidelijkheid te scheppen dat de situatie niet zo is. En dat gevoel heb ik af en toe een beetje dat men nog wel steeds denkt dat wij dicht in de buurt zitten van de subtop, van AZ, van Vitesse, van FC Utrecht. Maar dat de werkelijkheid is dat wij met het spelersbudget moeten werken, wat gewoon dicht in de buurt staat bij Heracles, Zwolle, Heerenveen, ADO Den Haag. En die soort clubs, dus wij maken eigenlijk onderdeel uit van de grote middenmoot. Dus er bestaat ook een beeld dat wij deze window enorm veel geld hebben verdiend. Dat klopt ook wel. Zo'n ruim 15 miljoen euro exclusief bonussen, doorverkoop, garanties opgehaald. Alleen zijn we echter wel maar in staat om een bedrag van iets meer dan 2 miljoen euro te hebben kunnen investeren in de selectie. Hoe komt dat het maar 2 miljoen euro is? Ja, we hebben een operationeel tekort gehad. Afgelopen jaar natuurlijk van 3 miljoen. Dit jaar is dat 2 miljoen. Als we daar inderdaad binnen de lijntjes blijven kleuren. Maar de gelden komen ook niet allemaal tegelijk binnen in deze wereld. Hè. Dus iedereen is een beetje gewend om in termijnen te betalen. Dus geld komt in jaren binnen. Ja, en daarnaast hebben wij ook gewoon afdrachten te doen aan investeerders. En die investeerders hebben ons geholpen. Want zonder die investeerders hadden we bijvoorbeeld in dit geval Doan niet kunnen kopen. En in het verleden denk ik ook heel veel andere spelers niet kunnen kopen. Dus die zijn we daar uiteraard ook heel dankbaar voor. Alleen dat geeft wel een goed beeld over de club. Dus het is niet zo, we halen bedrag X binnen en we kunnen bijna het hele bedrag van bedrag X ook weer uitgeven aan investeringen in de selectie. En dat is ook de uitdaging voor de aankomende jaren. We geven te weinig geld uit aan voetbal, onze core business. En we zullen dus een goed plan moeten gaan verzinnen om ervoor te zorgen dat we slimmer en efficiënter werken. En dat we uiteindelijk meer geld uit de markt gaan halen om gewoon meer te kunnen investeren in onze core business. En dat is voetbal. En dat bestaat uit uiteraard het eerste elftal, maar zeker ook de opleiding en de scouting. Ja, je zegt al een operationeel tekort. Hoe ontstaat zo'n tekort? Ja, zo'n tekort bestaat uiteindelijk als je heel simpelweg te veel geld uitgeeft en te weinig geld binnenkrijgt.
En een operationeel tekort wil je liever niet, maar hey, is op te lossen als je zeker weet dat je daardoor wel je sportieve ambities kan vasthouden. En wij willen graag de play-offs halen. Dat zou een topprestatie zijn als we dit jaar halen, dus daar moeten we voor gaan. Alleen ja, de werkelijkheid is dat, dat het ook wel eens zou kunnen gebeuren dat je 9e of 10e of 11e zou worden. En dan zou je presteren conform je budget. Hè. We willen de lat hoger leggen. En ja, het operationeel tekort dat heeft er nu inmiddels wel voor gezorgd dat er toch maatregelen genomen moesten worden in het verleden. Andere keuzes zijn gemaakt waardoor je een kleine 2,5 miljoen euro op dit moment minder uitgeeft aan spelers dan dat je 10 jaar geleden deed. Ja, jullie hebben natuurlijk ook een eigen vermogen. Ja. Netto verlies wordt daardoor weggewerkt. Ja. Hebben jullie nog voldoende eigen vermogen? Nee, er is geen acute nood. En door de transfer van Doan is er ook rust in de zin van dat we met dit operationeel tekort gewoon continu door kunnen draaien. Alleen ja, de ambities zijn groter dan nu daadwerkelijk de financiële mogelijkheden zijn. Dus ja, we willen uiteindelijk meer. Dus je wil je operationeel tekort of kleiner maken of ervoor zorgen dat de omzet zo ver stijgt dat het veel makkelijker is om met een operationeel tekort van 2 miljoen te werken. En dat is niet het geval nu. Ja, jullie zijn ook bezig met het beleidsplan 2020-2025. Ja. Dat zal ongetwijfeld hier ook mee te maken hebben. Ja. Kun je daar al iets over zeggen? Wat jullie gaan, Ja, dat is wel allesomvattend. Hè. Dus toen we zijn begonnen hebben we ook wel gezegd het is heel belangrijk om hier niet alleen met de operationele gang van zaken bezig te zijn, maar ook strategisch verder vooruit te gaan kijken. Nou, dat doen we samen met directie en het MT-team. Maar daar kwam ook heel snel terug van ja, wie zijn wij nu eigenlijk als club? Waar staan we voor? Met welke boodschap willen wij nou naar buiten treden? En welke organisatie past daar nou bij? En daar konden we niet echt een antwoord op geven. Dus hoe positioneren wij ons nou als club? Daar zitten we nu middenin, want dat is wel belangrijk hoe je dadelijk je voetbaltechnische beleid gaat bepalen. Hoe je dadelijk je commercieel en je salesplan en je marketingplan gaat maken. Hoe de rest van de organisatie daarna eruit moet zien. Ja, daar zitten we middenin. Daar nemen we de tijd voor, want dat moet een goed plan zijn. Er is ook heel veel mogelijk, denk ik, bij deze club. Hij heeft het vijfde achterland van Nederland. Het is een club in een eigen stad. Een stad die best wel bijzonder is, vind ik. Hè, met meer dan 200.000 inwoners, waarvan 60.000 studenten. Met een enorme booming markt op het gebied van vastgoed, maar volgens mij ook op het gebied van horeca. Het is een provincie waarin de Eemshaven een hele belangrijke rol speelt, waarin de meeste start-ups naar Amsterdam komen. Maar het is ook een provincie waar als je bijvoorbeeld Oost-Groningen inrijdt, ook gewoon maatschappelijke problematiek ziet. Als werkloosheid, als obesitas, laaggeletterdheid, werkeloosheid, krimp in bepaalde gemeenten, de aardbevingsproblematiek, de problematiek die er nu is in de agrisector. En wij kunnen als club denk ik een veel belangrijkere positie innemen om ja, misschien ook wel veel meer aan de maatschappij te gaan geven en de maatschappij veel meer bij ons te betrekken. En dat is twee kanten op, hè. Dus er moet wederkerigheid in zitten. Dus dat betekent niet dat wij alleen maar moeten halen, maar wij moeten juist ook brengen. Ja, en dat je echt dat gevoel gaat creëren om dat samen te gaan doen. En er zijn heel veel initiatieven voor nu al, alleen ik heb wel een gevoel dat daar nog een grote kans ligt voor deze club. Ja, want je zegt, FC Groningen ja, staat nu eigenlijk bij de clubs tussen 8 en 12. Ja. Jullie willen natuurlijk hogerop. Ja. Hoe kun je dat bijvoorbeeld op korte termijn doen? Op de korte termijn is beter presteren dan je budget. Hè. Dus wat wij nu moeten doen is ervoor zorgen dat we beter opleiden, beter scouten dan alle andere clubs in ieder geval in de buurt van ons. En dat we het zo slim doen dat we in de buurt komen van de andere clubs. Hè. Want het is niet onmogelijk om daar te komen. Alleen je ziet ook wel dat je 10 jaar geleden nog 12, 13 punten meer haalde gemiddeld per seizoen dan nu. Ja, en dat is wel een structureel iets. Dus met name, wat nu met name belangrijk is, we hebben de faciliteiten om hier spelers beter te maken. Nou, dan is het heel goed om te weten, denk ik, dat welke speelstijl, welke spelprincipes willen we bij het eerste elftal hanteren. Wat is nou echt onze identity of play, om het zo mooi te noemen. En hoe gaan we nou de opleiding en de scouting daar zo op aan laten sluiten dat wij ook spelers opleiden die direct gewend zijn aan de manier van spelen die wij verwachten bij het eerste elftal. Nou, daar kan je de snelste stap in maken. En ja, voetbal kan daarin ook de accelerator zijn. Want als jij een aantal spelers hier hebt staan die goed presteren op het veld, waardoor je hoger uiteindelijk eindigt op de rangschikking, zullen ze ook uiteindelijk een grotere marktwaarde hebben. En dat is wel de positie die FC Groningen nu heeft. Spelers halen of opleiden, beter maken en verkopen. En ja, dat is in deze wereld gewoon nog steeds het beste businessmodel wat er is.
Ja, en ook leuk voetbal laten zien in het stadion. Ja, maar dat is absoluut belangrijk. Ja, dat speelt mee. Als je het leuk vindt om naar het voetbal te komen kijken, dan zal automatisch het stadion wat voller zitten. Je kent mijn mening over dat het niet alleen met voetbal te maken heeft. Maar het helpt absoluut. Ja, ja, wat dat betreft is het publiek hier nog niet echt verwend geweest. Baart je dat zorgen? Het baart me geen zorgen. Het is wel echt een aandachtspunt. Kijk, allereerst voetballen we om wedstrijden te winnen. Dat hebben we, vind ik, er eigenlijk eentje te weinig gedaan tot nu toe. Als je mooi kijkt, lopen eigenlijk 3 punten achter. Of nou Heracles thuis is, Twente thuis of VVV uit. Ik vind dat we even die 3 wedstrijden moeten winnen. Dan had je ook op plekken 7, 8 of 9 gestaan. Wat goed zou zijn. Ik denk dat we een aantal dingen heel goed doen. Als ik gewoon kijk naar de organisatie, hoe we verdedigen, wat de bereidheid is, wat de energie is die de spelers elke week instoppen, hoe weinig kansen we weggeven. Alleen het spektakel, de attractiviteit, die we ook graag willen bieden, ja, daar moeten we nog stappen in maken. En wat geruststellend is, is dat het er wel in zit. Hè, want de eerste 35 minuten tegen Twente vond ik uitstekend. De wedstrijd uit tegen AZ, die vond ik ook goed. En ondanks dat we de wedstrijd tegen VVV hebben verloren, hebben we daar ook, vond ik, goed voetbal laten zien. Waarin we veel kansen creëerden. Alleen in 11 wedstrijden is dat te weinig. En daar wordt hard aan gewerkt. Ja, jullie zullen natuurlijk ook proberen om de inkomsten bij de club te vergroten. Gaan jullie bijvoorbeeld op commercieel gebied ook nog dingen anders doen? Ja, dat hangt ook wel echt af van de positionering. Wat in ieder geval wel belangrijk gaat worden, is dat we waarde toe gaan voegen aan ons commercieel plan voor met name de mensen die hier komen. Dus als je dat heel breed wil omschrijven, is FC Groningen moet eigenlijk een club zijn waar zowel Google, die hier gevestigd is in deze provincie, als de bakker op de hoek een plekje kan hebben. En dat kan zijn door een mooi netwerk wat je biedt, waar je mensen aan elkaar gaat verbinden. Het kan zijn door een bruisende evenementen rondom wedstrijden te organiseren met goede horeca, met beleving, met verrassing daarin. Het kan zijn inderdaad door fantastische entourage in het stadion. We moeten daarin zoveel mogelijk maatwerken leveren, want dat vraagt wel de tijd van nu. Ja. Ja, nou zijn jullie onlangs ook met leden van de supportersvereniging op bezoek geweest bij St. Pauli in Duitsland. Ja. Waarom hebben jullie dat bezoek gebracht? Nou, omdat wij het ook wel belangrijk vinden om supporters dichter bij de club te houden. We constateren wel dat we in Nederland kampioen zijn, regeltjes maken en verzinnen. Nou, de vraag is maar of dat altijd goed is. En uiteindelijk is het ook wel zo, de mensen die bijvoorbeeld op de Noordtribune zitten, dat zijn wel de mensen die op de Noordtribune zitten, niet wij. Dus wij kunnen daar plannen voor verzinnen om het stadionbezoek of de wedstrijdbeleving beter te maken. Maar uiteindelijk weten zij precies wat ze willen. En dan is het denk ik ook goed dat je in ieder geval gezamenlijk een plan gaat maken. Natuurlijk zijn wij leidend als club, wij zullen daarin beslissen. Maar ik denk niet dat wij beter zijn in het ideeën verzinnen over hoe we een zo leuk mogelijke wedstrijd voor hun kunnen faciliteren. Dus nou, vandaar dat we hebben gezegd, waar vinden we nou FC Groningen een beetje op lijken? Nou, het heeft inderdaad wel wat volks, hè. Dat zie je ook heel veel in Duitsland. In Duitsland is echt een ander beleid op het gebied van supporters dan dat er in Nederland is. Ja, en we zijn inderdaad bij St. Pauli geweest samen met de supportersvereniging. Heel erg leuk dat ze ook meegingen en heel erg goed ook denk ik dat ze de energie insteken. Maar we zijn ook zelf al bij Borussia Dortmund op bezoek geweest. Om daar weer te horen hoe zij dat hebben gedaan. En uiteindelijk moet alles wel bij elkaar komen in een plan. En een plan hebben is leuk, maar je moet ook gaan uitvoeren en erachter blijven staan. Ja, en daar zit je eigenlijk nu middenin. Ik wou dat zeggen, want hebben jullie leuke ideeën opgedaan? Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat je sowieso in Duits voetbal ziet. Iedereen heeft het altijd over de Premier League met volle stadions. Maar volgens mij is Duitsland op dit moment daar echt wel een stapje verder in. En als je ook kijkt naar de betrokkenheid die er is bij Duits voetbal. Ik vind het zelf heel fijn om naartoe te gaan, omdat je ook altijd veilig rondom het stadion door elkaar heen kan lopen. Je ziet wel politie en er zijn ongetwijfeld genoeg veiligheidsmaatregelen. Maar ik ervaar het niet zo als ik daar loop. En dan is het heel interessant om te horen van beleidsmakers hoe ze dat hebben gedaan. En hoe bijvoorbeeld ook de bond daarin faciliteert en hoe supporters, welke rol supporters daarin spelen. Daar kunnen we heel veel van leren, denk ik. Is het echt een middagje uit in Duitsland, voetbal bekijken? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. Tuurlijk, het is ook zo, alles wat nieuw is, vindt bijna iedereen leuk. Dus als je er 10 jaar komt, zullen ze ongetwijfeld ook daar wel kritiek hebben. Dat is overal. Daarom moet je als club ook blijven vernieuwen en verrassen. Maar ik denk wel eens in Duitsland een aantal jaar geleden echt hele goede stappen hebben gemaakt om iedereen zo betrokken mogelijk te krijgen bij de club. Ja, hoe is jullie relatie met de supportersgroeperingen van FC Groningen?
Ik vind dat nu goed. Het is best wel tumultueus geweest. Hè? Natuurlijk ook met de rechtszaak. Die heeft gespeeld voor de eerste thuiswedstrijd tegen Twente. Dat is heel raar als jij in een rechtbank staat en naast je zit de voorzitter van de supportersvereniging, John. John de Jonge, waar je eigenlijk heel goed contact mee had daarvoor en nu uiteraard ook weer hebt. Alleen zij kwamen voor hun eigen belang op en wij moesten voor het clubbelang opkomen. Wij konden sowieso niet winnen, omdat alles wat eruit zou komen zou een nederlaag zijn. Maar wat we hebben gekozen is dat we één keer per maand met alle officiële organen zitten. En dan hoor je ook de lopende zaken. Ik zit daar ook altijd zelf bij. Ook met onze supporters liaison officer en iemand van marketing. Maar daar gaan we ook wel proberen, ook om een beetje naar de toekomst te gaan kijken. Waar je inderdaad vragen gaat stellen. Nou, jullie zitten met heel veel op de Noordtribune, om maar een voorbeeld te noemen. Jullie zorgen voor de sfeer in het stadion. Zijn er dingen die wij als club daarin beter kunnen doen, kunnen faciliteren, om jullie ook weer te helpen? En denk er eens over na, denk eens mee met dit en dit, dit probleem. Ik moet zeggen, dat gaat best wel goed. Ja. Ja, je vertelde dus net al, jullie zijn op bezoek geweest bij St. Pauli, nog bij andere clubs. Doen jullie dat vaker? Bezoek brengen aan clubs in het buitenland? Dat is wel de bedoeling. Ook in het binnenland, daarin vind ik informatie ophalen. Er zijn een aantal clubs ook in Nederland die bepaalde vlakken vooruitstrevend zijn. Nou, dus het denk ik veel beter om eens te luisteren hoe ze dat hebben gedaan, dat je het zelf gaat verzinnen. Nou, Marc-Jan Vladeres is naar Red Bull Leipzig geweest. En dat is niet vanwege Red Bull. Want ik weet hoe een hoop mensen over die club denken. Maar wel om eens te gaan sparren over de voetbalfilosofie. Zeer interessant, hè? Met bijna allemaal jonge spelers. Die dus echt al een voetbalfilosofie helemaal klaar hebben staan. En precies weten hoe ze moeten gaan spelen. Volgens mij ook geen spelers scouten of halen onder de 22 of 23 jaar. Beter maken en uiteindelijk hebben die zo'n businessmodel gecreëerd. Daar kan je van leren. Dus ik denk dat elke manager hier en zeker elke directeur genoeg ruimte in zijn agenda moet houden om ervoor te zorgen dat hij weer informatie van buiten naar binnen aan het zuigen is. Ja, en die informatie dan weer gebruiken om FC Groningen beter te maken. Ja, dat is wel de bedoeling. Het moeten geen pretuitjes zijn. Het is goed als je met z'n tweeën of drieën bent en na een dag gesprekken en inspiratie om ook gezellig eens aan de relatie te werken met de mensen met wie je moet samenwerken. Maar uiteindelijk moet het wel wat opleveren. Ja, precies. Ja. Ja. Nou werd eind vorige week ook bekend dat de KNVB heeft besloten het volgende hoofdstuk van het onderzoek naar de Beneliga te starten. Ja. Beneliga moet ik dan wel zeggen. Hoe kijkt FC Groningen tegen de Beneliga aan? Nou, ik denk dat het vooralsnog nu een storm in een glas water is. Voorzitter van Club Brugge die heeft inderdaad geroepen dat hij er binnen 3 jaar is. Ja, ik heb geen flauw idee hoe hij dat voor elkaar gaat krijgen. We hebben sowieso nog een heel langlopend tv-contract. Wat wij met Nederlandse clubs hebben afgesproken is dat er inderdaad een onderzoek gedaan zou worden. En dat is gedaan, dat wordt nu gedaan door Deloitte. Wij hebben daar nog geen terugkoppeling over gehad. En ik vind een onderzoek niet slecht, want vanuit een onderzoek komt informatie en die informatie kan je weer gebruiken om een besluit te nemen. Mocht je vervolgstappen nemen, dan lijkt het mij wel heel slim dat we iedereen die daar überhaupt in Nederland bij betrokken is, of het nou sponsors, supporters, clubs, veiligheid, politie is, dat we die er wel bij het hele proces betrekken. Ja, want ik las ook dat 5 clubs in België overleg hadden samen met Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Vitesse. Ja. Ja, dan ontbreekt FC Groningen. Ja, dat klopt. Ja. Wij zitten daar niet aan tafel. Het is een afspraak geweest ook volgens mij van een jaar of zeven of van een maand of 7 of 8 geleden ook al. Dus bij een aantal clubs zijn ook de directeuren weer gewisseld. Feyenoord die heeft helemaal geen directie meer die daar aanwezig was. En dat hebben ze toen netjes teruggekoppeld aan de vergadering van fannoten bij de ECV, bij de Eredivisie. En toen is aangegeven, we willen samen met de KNVB een onderzoek starten. Daar gaan we een partner bij zoeken, dat is Deloitte geworden. En uiteindelijk loopt dat onderzoek nu en weten we verder daar ook nog niks van af. Nee, precies. Moeten we nog even afwachten. Ja. Dan nog even iets heel anders. Vrouwenvoetbal. Ja. Ik heb je afgelopen zomer al even gesproken over het vrouwenvoetbal. Nederlandse dames hadden toen net de WK-finale gehaald. Ja. Hoe staat FC Groningen nu tegenover vrouwenvoetbal? Ik had gezegd dat we in Q4, dus in dit kwartaal, een onderzoek zouden gaan starten. Ik ben met Marc-Jan Onderbandering een middag in Zeist geweest. Ook onder andere om het over het vrouwenvoetbal te hebben. En dan ben ik met name informatie gaan ophalen. Om te kijken van, wat zijn de verschillende modellen die clubs nu gebruiken om dat ook structureel goed te doen. Er zijn ook een aantal clubs die hebben het heel erg moeilijk in de Eredivisie.
Nou, op het moment dat wij die conclusie zouden moeten trekken dat dat het geval is, dan vind ik dat we het beter niet kunnen doen. Maar ik zie wel mogelijkheden voor FC Groningen om dat te gaan doen. Alleen, ja, wat ik al zei, we zitten midden in planvorming, positionering. Wat wil je gaan doen? Hoe wil je de provincie erbij betrekken? Ik zie niet zozeer het model, wij gaan nu een eredivisieteam starten om het starten. Ik zou echt een meerwaarde willen creëren. En ik vind dat wij minimaal de ambitie dan ook moeten hebben om ervoor te zorgen dat er meer meisjes in de hele provincie aan het voetballen kunnen komen. En het zou heel mooi zijn als het uiteindelijk in een hele mooie trechter gaat naar FC Groningen onder de 17 en belofte elftal en uiteindelijk een elftal in de eredivisie. Alleen ja, dat kost ook geld. En het is ook topsport, dus het is ook niet een beetje geld. Daar moeten we ook een dik in investeren. De financiële cijfers laten zien dat we die keuze nu niet kunnen maken. Maar dat betekent niet dat je niet op zoek kan gaan naar middelen om dat te gaan doen. En dat zal ook in de plannen duidelijk moeten worden. Dus wij gaan dat onderzoek gewoon voortzetten. Dan gaan we met meer mensen praten. En uiteindelijk gaan we ook kijken hoe de overheid daarin staat. Maar ook hoe het bedrijfsleven erin staat. Ja, dus een termijn kun je nog niet aangeven? Nee, dat ga je niet doen. Want daar word je altijd weer aan gehouden als je dat doet. Ik vind het nog steeds zo interessant als dat ik het 3 maanden geleden vind. En het is dus een van de snelst groeiende sporten in Nederland. Plus er is gewoon een enorme markt voor. Want elke keer als je hier in Groningen wat roept over vrouwenvoetbal, dan ontplof je mailbox.